Yo, Nintendo fans. Welkom bij een nieuwe Paper Mario video, waarin we een belangrijke beslissing moeten nemen. Gaan wij een VIP-kaartje kopen voor bijna 10.000 ducaten of een entreekaartje voor 2400? Ja, ik ben toch wel benieuwd wat ik krijg als ik een VIP-kaartje koop. Dus ik ga voor de duurde optie, jongens. We kopen gewoon een VIP-kaartje. Oh, en daarmee kunnen we zo vaak als we willen hier naar binnen. Kijk, dat is sowieso handig. Kan gewoon lekker in en uit, in en uit, in en uit. Geen idee hoe vaak ik hier naar binnen wil, maar oké, let's go. Hoppakee, VIP-kaartje, alles, hoppakee. Deze persoon is een VIP, ja, ja. Daar gaan we, naar het Samurai Park. Oh, wow, hier moet je die brug zien. Is dat geen plaatje? Voorbij deze brug ligt een wereld van attracties en door de pret toe wachten. Ik verheug me er nu al op. Kijk, ik ga weer normaal praten, ja. Dat was mijn beste samurai-imitatie. Oeh, kijk dit dorp, jongen. Ik speel op dit moment ook Ghost of Tsushima, maar dit ziet er ook wel leuk uit. Is dit nou befaamde, bruisende samurai-park? Waar is iedereen? Ja, dat is wel... Het is wel een beetje stilletjes, ja. Misschien is er iemand aan het optreden en dat niemand dat wilde missen. Ja, dat zou zomaar kunnen, maar... Hallo? Is hier iemand? Nou, dat is wel een mooi kist hier in ieder geval. Oh, toon je toegangsbewijs. Ik heb hier een VIP-pas. Daarmee kan ik vast deze kist wel openmaken. Ja hoor. Een miniatuurtje van de bochtige bootjestochtboot. Wat is dit eigenlijk voor huisje? Informatiecentrum? Nou, er is niet veel info te vinden. Waar is iedereen? Wat is dit? Exclusief Samurai Park artikelen, snel weer op voorraad. Ja, dit is helemaal niks. Hallo? Kan ik hier naartoe? Nee, dit is ook op slot. Oh, kan ik hier met mijn VIP-pas naartoe? Nee, mijn VIP-pas werkt niet. Ik mag niet hier backstage. Zelfs met mijn VIP-pas mag ik geen artikelen stelen uit... Oh, uit de voorraadkast, wou ik zeggen. We worden aangesproken. Wie praat er tegen mij? Hallo, het is Samurai Goomba! Vlug, vlug, kom hier. Oké, Goomba. Ik ben er. We moeten voorzichtig zijn. De tijd dringt, deze kant op. Vlug, vlug. Hallo? Waar gaan we naartoe dan, Goomba? Oh, oké. Oké, de hele gangala bangala is hier. Mede-parkbezoekers, wij bidden u nederig om uw hulp. Het zit zo, het Samurai Park is ingenomen door hele bende platte en gladde hooligans. De platvloerse vlerken hebben bijna al het parkpersoneel hier opgesloten in de burg van het park. Zitten we hier mooi in onze klasse kloffies en oeps, ik bedoel, voorwaar, we kunnen onze kaartjes toch niet tot stof laten vergaan. Verleen ons uw hulp. En uw genade. Zullen wij even die samurai-mannetjes even aan gaan pakken? Die origami papier-mâché dudes. Alle kale karpers nog aan toe. Wie we daar hebben. Mario en zijn matties. Ja, we fixen dit, jongen. Dat is geen probleem. Oh, wat? Toad zit vast. Hij kan niet verder, omdat het blauwe lint hem in de weg zit. En het gele lint, dat is ook al hier in zicht. Nou, we gaan even dat lintje weghalen. We moeten in ieder geval keihard even naar de burg toe. Maar eerst ga ik even mijn hoofd stoten. Ik heb een staart gevonden. Veeg hiermee tegenstanders om je heen van hun voeten. Oké, toppie. Let's go. Oh ja, ik zie ze al lopen. De drollies. Kijk ze daar. Haha, haha. Jullie kunnen mij niet pakken. Nice. Waza Gumazima! Onze eerste samurai battle. Holy crap, hoeveel zijn het er? Kijk hoeveel dit er zijn, jongen. Maar we hebben ze wel mooi op lijntjes gezet. Dus hopelijk kunnen we ze gewoon aanpakken. Ik ga voor de glanzende schoenen. Ik wil ze in één keer slopen, jongens. Let's go. Pats, hops, tats, braps. Oeh, die ene die leeft gewoon nog. Okay, zullen we de hamer gebruiken voor deze gasten met hun gasmaskers of zo? Hatsakee. Bam. Oh man, die leven ook gewoon nog allemaal. Eentje is er dood. Dat is die ene die we hebben aangevallen in het begin, denk ik. Oké. Deze gasten die zijn wel net even wat sterker. Dit is een beetje jammer, jongens. We hebben meer beurten nodig om deze guys allemaal te verslaan. Oh, wat doet Bom? Bom mist of zo. Oh shit, wat gaat er gebeuren? Oh, oké, ik heb mezelf verdedigd. Helemaal top. Auw, bedankt voor je burn. Oké, hopelijk kunnen we hun in één keer nakken. Ik heb mijn glanzende schoenen weer aan. Ja, met 20 moet het denk ik wel lukken. Top. En dan nu de hamer. Voor de finishing touch. Hoppakee. Ik moet denk ik iets vaker die toads laten juichen voor mij. Want dan kunnen ze ons helpen. En dan kunnen we misschien iets vaker, als we dus moeilijkere tegenstanders hebben, ze gewoon nakken. Ik zie hier nog wat liggen. 1000 muntjes. Nice. Hey, kom jij eens even tevoorschijn? Prettige, prachtige en praktische accessoires. Geweldige accessoires. Klein of groot. Ik heb ze allemaal. Verkoop mijn spullen pal voor de souvenirshop. Het parkpersoneel heeft een hekel aan me. Hij mag hier helemaal niet zijn eigenlijk. Maar ik ga wel shit bij hem kopen. Heb jij wat toffe dingen dan voor mij? Een bloesemzak. Verandert je snipper in kersenbloesems. Oh, dat is wel... Vind ik sowieso mooi. Het is wel echt heel duur, maar ja...
Weet je, ik koop gewoon alles. Ik weet niet waarom, maar ik vind het gewoon leuk en het hoort bij samurais. Eens even kijken, jongens. Laten we dit gaatje eens even dichtmaken zo dan. Met bloesem. Ja, kijk, die kersenbloesem is allemachtig wat prachtig. Ik denk niet dat ik er iets aan heb, maar dat boeit me niet. Oké, daarboven zit sowieso een toad verstopt in die bloem. Hallo Bloem, hallo Toad. Wist je al dat de Shuriken Dojo geweldige prijs heeft? Wel jammer dat de eigenaar zo'n slaapkop is. Ik vind het een mooi dorpje, maar ik ben toch niet helemaal op mijn gemak hier, moet ik zeggen hoor. Stil, stil, stil. Hoppa, op z'n bakkes. Schijnbaar is hier een Toad. Oh, er zijn zelfs 3 Toads hier, oké. Die zaten allemaal in die kast verstopt. Hallo Toad 2. Weer mijn zitkussen verlegd voor de zoveelste keer. Ik was het niet hoor. Wat een onheilspellend muziekje is dit ook, hè? Kijk trouwens hoeveel deurtjes hier overal zijn, jongen. Oké, hier zitten dus blijkbaar ook weer toads. Moet ik nu alle zitkussentjes dezelfde kleur maken? Is dat het ding? Of moet ik deze kast openmaken? Of moet ik hierop slaan? Moet het dan... Oh, kijk. Een toad in de vorm van een kat. Nice. Ga jij lekker slapen, Toad? Ik zie je vast de volgende keer weer. Ja, en hoe meer toads je verzamelt, hoe harder ze voor je kunnen juichen in battles natuurlijk. Oké, let's go. We hebben de linkerkant gehad. Nee, ik wil niet met jullie battelen. Heb ik geen zin in. Ga weg. Ga weg. Ga weg. Waarom blijven jullie achter me aanlopen? Nou, dan spring ik maar bovenop je bakkes. Zal ik nu de toads eens laten juichen? Even voor, weet ik veel, voor 600 muntjes. Hoppakee. Let's go, toads. Gaan jullie even juichen voor me? Hoppakee, kijk ze dingen gooien dan. Ze hebben die beesten verplaatst, ze hebben mij geheeld, alles. Oké, nou dat vind ik vrij aardig. Hoppakee, dan hebben we gelijk een mooie opstelling erbij. Zal ik mijn werphamer eens gebruiken? Laten we het proberen. Hoppakee. Bam! Oh ja, dit doet behoorlijk wat pijn. Lekker. Dat zag er goed uit. Hatseflats. Oh, dit zag er minder goed uit, denk ik. Toch wil ik hun kapot maken. Dus bam, nog een keertje. Bom gaat even eentje slopen. Lekker bezig, Boppie. Auw, auw. Rustig aan, man. Doe eens niet zo agressief, joh. Alleen ik mag agressief doen, vrienden. Later. Oh, kijk, hoppakee. Ik krijg even een paddenstoertje terug. Dat is wel aardig van ze. Even deze 2 gaatjes vullen met mooie kersenblaadjes. Sowieso zitten hier nog wat tootjes in verstopt. Woehoe. Ik hield de wacht zonder een vin te verroeren. Ik blijf op mijn post. Heel goed, Toad. Heel goed. Ik ben trots op je. Je moest dus weten hoe trots ik op je ben. Kijk, hier zitten wel echt superveel muntjes in die gaatjes. Komt dat misschien omdat ik die nieuwe bloesem gebruik? Dat je dan meer munten uit die gaten krijgt of zo? Dat zou wel echt lekker zijn. Zit daar een Toad hier in de hoek, in die bloem? Hoe kom ik daar ooit bij? Misschien kom ik daar later nog achter. Drybones? Wat zijn jullie hier aan het doen? Hallo, ik heb een VIP-kaart. Kan ik iets met deze VIP-kaart voor jullie betekenen? Wat is dat voor iets? Ja, dat is een VIP-kaart. Of kan ik iets met die haak doen? Ik heb een haak. Ik heb dat item nodig van jullie. Ze willen iets beters waar ze mee kunnen gooien. Oké, dat moeten we even onthouden. Als we iets vinden waar ze mee kunnen gooien, dan moeten we dat aan hun geven. Want dan kunnen wij die bloem daar bovenin pakken. Deze is dicht. Is deze wel open? Mooi. Hallo. Hallo. Allemaal toads. Groene toad. Ga jij ook even lekker zitten dan? Hier, nog eentje. Ga jij ook even lekker chillen? Alle matties bij elkaar. Dan zitten we waarschijnlijk ook in... deze nog één. Nee, in deze. Ja, precies. Dit is een bonsaiboom, Toad. Hallo, Toad? Ik ben één met de bonsai. Ik heb eindelijk totale innerlijke rust. Ik denk dat ik misschien vanaf deze kant wel die bloe... Ja, kijk. Oh, of niet? Nee. Oh, hier is nog een Toad. Kijk dan. Oh, hij is bang. Die Toad is bang. Laten we deze shy guy even slopen. Hatseflats. Eens even kijken. Ja, we kunnen hier niet verder blijkbaar. Misschien moeten we dan via deze kant. Ja, kijk, hier ben ik ook nog niet geweest. Zit hier een toad onder? Ja, zeker wel. Oh, kijk, hier hebben we een theehuisje, jongens. Is hier personeel? Ja, er is gewoon personeel. Er zijn mensen aanwezig. Alhoewel, mensen, er is een shy guy aanwezig. En hij heeft ook nog klanten. Alle theekopjes hier zijn veel te plat en te klein. Hoe kan iemand er nou van drinken? Maar goed dat ik mijn rietje heb meegebracht. Ik wil het gerust even lenen. Wel eerst schoonmaken. Oké, nou, bedankt voor je rietje, I guess. Wat moet ik met een rietje? Moet ik die aan die drybones geven? Kan in ieder geval even dit kistje hopelijk openmaken met mijn VIP-pas. Kijk. Toppie. Miniatuurtje van kastanjes erbij. Kijk, hoppakee, money uit die kassa, jongen. Yo, drybones. Willen jullie een rietje om mee te gooien? Vinden jullie dat leuk? Nee? Oké. Lijkt me ook niet echt handig, want die zweeft continu weg door de wind. Oké, laten we even dit gat vullen met mooie kersenblaadjes. Oh, prachtig. Kijk die toad blaffen.
Toad, ben je boos? Goeie timing. Ik zag net nog iets om hondsdol van te worden. Ik werd bijna getackled door een kereltje in een groen pakje. Hij rende dat ninja huis in. Kerel in een groen pakje. Is dat Luigi? Ja! Luigi! Luigi! Broer! Waar ben je? Voer instructies voor prinses. Haar voorraad favoriete bot is bijna op. Heb je geen bot meegebracht? Blijf dan uit de buurt. Oh, we hebben echt dat bot nodig van die drybones, jongens. Anders kunnen we hier niet voorbij. Ja, dan moeten we de bot moeten we hier in het bakje leggen natuurlijk. Anders kunnen we hier niet voorbij. Oké, maar wat wil die drybones dan hebben van mij? Even kijken, jongens. Is er een plek waar ik nog niet ben geweest? Ja, ik ben hier nog niet rechtdoor gelopen natuurlijk. Deze huisjes heb ik volgens mij nog niet gehad. Hier zit in ieder geval wel weer een tootje verstopt. Misschien heeft een van die toots gewoon uiteindelijk iets wat we nodig hebben. Bats, muntjes. Ja, volgens mij zit die toot hier verstopt. Ik zie dit wel trillen. Kijk. Yo, wat zouden die drybonesies nou willen hebben? Misschien kunnen we het hier ergens vinden. Yo, wat is dit voor huis dan? Hier hebben we in ieder geval weer een toot uit het bord gehaald. De eigenaar van de Shuriken Dojo is weer nergens te bespeuren. Hij zit vast ergens in een hoekje en stiekem een dutje te doen. Potverdorie, en die hebben we zeker nodig. Win een zeer zeldzame honkbal met handtekening. Ja, ja, wedden dat die drybones die honkbal willen hebben? Staat ook een trofee daarboven, die wil ik wel hebben. Die ziet er mooi uit. Oké, waar is de eigenaar? We hebben de eigenaar nodig, jongens. Hij ligt vast weer in een hoekje te slapen, werd er gezegd. Nou, oké, dan gaan we ergens in hoekjes kijken. Wat een imposante burg. Je kunt er vast uitkijken over het hele park. Die toads die hier werken zitten daar opgesloten, niet vooruit. Naar binnen. Ah, maar kunnen we wel naar binnen? Kunnen we gewoon naar binnen? Dit is wat ik al dacht. Olivia, we kunnen niet zomaar zonder sleutel naar binnen. We hebben een sleuteltje nodig, Olivia. Nee, Mario, dat lukt niet. We hebben echt een sleutel nodig. Ja, of die bom moet even exploderen voor de deur. Dat werkt vast ook. Kijk, mijn bom is wel slim. Die zegt, kijk, een sleutelgat. En Olivia zegt, hoe kan ik dat over de hoofd zien? Nou, dan moeten we alleen de sleutel vinden. Toad, kom jij eens even hieruit. Kom jij ons eens even helpen? Ik zal jullie wat tijd besparen. Elke avond moet het parkpersoneel elke ruimte in het park op slot doen. Als jullie de personeelsruimte hier kunnen vinden, vind je vast ook die sleutel. Ah. Nou, dan weten we waar we naar op zoek moeten. Personeelsruimte. Daarvoor kunnen we hier op de map kijken. Ja, laat die personeelsruimte nou precies niet op de map staan, volgens mij. Is dit de personeelsruimte? Nee, oké. Kan ik hier tegenaan slaan? Ja, maar er gebeurt alleen niks. Wat is dit voor deurtje? Oh ja, ja. Dit ziet er goed uit. Nog een tootje. En nog één. En hier ook zeker. Ja hoor. Nou, veel plezier ermee, hè? Zorg zelf maar dat je uit die lampen komt. Geen probleem. Dat mogen jullie zelf doen. Jongens, dit is de fotostudio. Kunnen we hier even een mooi fotootje laten maken dan? Ik zie hier wel een toot in een foto. Die wil er vast wel uit. Dit is wel een bizarre toot. Die is vet. Ja, het is nog wel wat stilletjes hier in dit park, hoor. Normaal gesproken zou ik zeggen dat het mijn VIP-kaartje wel waard is, maar... Ja, op dit moment is het wel heel stil hier overal. Eens eventjes kijken. Oh, ik zag jou wel, Goomba. Jij achter dat bord daar, jij sneaky bastard. Ik zag jou hier achter dit bord. Jongen, ik zeg toch dat ik het zag. Hoppakee, Goombas. Je zou willen dat je me nooit had aangevallen. Kijk, die tribune trouwens al vol zitten met toads. Ik heb er echt al best wel veel. Oké, maar we gaan dus niet aan de andere kant van dit ding komen. We kunnen wel hier overheen. En dan konden we hier nog een toad bevrijden. Hallo, welkom terug in de levende wereld. Eens even kijken hoor, gaan we hier naar boven? We kunnen ook hier naar beneden. Laten we eerst naar beneden gaan. We moeten eerst even die toad redden. Oh, kijk eens, eentje heeft zo'n speciale portal bij zich. Geef mij die portal. Hatseflatsie. Mazzel. Nu kan ik gewoon de origantenkracht gebruiken, jongens. Zo vet dit, jongen. Kijk, Mario ook op zijn rug zitten, jongen. Roar! Hoppakee. Einde verhaal voor al die Goomba's. Sorry, vriend. Sorry. Maar dit was veel te mooi om niet te doen. Nou, deze toad is ook weer gered. Dan kunnen we dit even lostrekken zo. What's okay. Die gevouwen soldaten hadden me opgesloten omdat ik hier werk. De collega's van mij zitten nu vast in de personeelsruimte. Ik maak me zorgen over hun. Gaan jullie bij hen kijken? Je vindt de personeelsruimte in het noordoosten van het park. Aha. Dus dat is helemaal de andere kant. In het noordoosten dus. Nou, laten we eerst nog even hierboven in deze toren kijken of hier nog wat bijzonders is. Oké. Dit wordt leuk. Boom. Ah, oké. Die leeft. Dat ding leeft. Oké. De papier-maché-soldaat loopt weer rond. We kunnen hier weg. Heb ik ze nog geholpen ook? Oh, snap. Gaan we battelen tegen deze mega Koopa? Koopa, hier voor jou. Kom dan. Oh, oké. Rustig. Niet boos worden. Alleen ik mag boos worden.
Hoppakee. Kom dan. Ja hoor, ja hoor, ja hoor. Bam! Zo, dat was hem. Lekker, man. Kunnen we nog even kijken wat we nu hebben geopend? Wat is dit dan? Oh, we hebben niks geopend. Kan ik dit openen met een VIP-pas? Nee. Kan ik dit openen met een rietje? Kan ik dit openen met een puthaak? Nee, hè? Ik denk dat we een sleutel nodig hebben. En we weten nu in ieder geval dat het net in het noordoosten is. Dit is best wel een aardig groot pretparkje, jongens. En de rest van dit pretpark gaan we verkennen in de volgende aflevering. Doe even een blauw duimpje omhoog. Abonneer op dit kanaal voor meer Paper Mario, Nintendo en Pokémon video's. En wil je mijn live zien gamen? Volg me op twitch.tv/Rickachu. En dan zie ik je daar of gewoon bij de volgende video. Mazzel!